Ik ben Evelien Kroonen, ik ben hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Ik doe onderzoek naar jongeren, vooral op de leeftijd van ongeveer 10 tot 22 jaar. En dat is een enorm belangrijke tijd, omdat het eigenlijk de tijd is waarin je van kind verandert naar iemand die het zelf moet gaan doen in de maatschappij. In het Thinklab doen wij onderzoek naar hoe jongeren zich ontwikkelen. Wij gebruiken daar bijvoorbeeld vragenlijsten voor, maar ook hersenonderzoek. En sinds kort gebruiken wij ook jongerenpanels. Dat is een groep jongeren die wij vragen om met ons mee te denken aan ons onderzoek. Dus als wij bijvoorbeeld willen weten hoe we jongeren kunnen helpen om het beste door de coronacrisis heen te komen, dan zijn jongeren de expert. Dus wij vinden het daarom heel belangrijk om het ook aan hen zelf te vragen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we echt jongeren activeren om hier iets mee te gaan doen en actief betrokken te zijn bij dit initiatief? Facebook heb je van die polls, dat is heel populair. Mm-hmm. Je post je vraag. Je kan of ja of nee klikken, of een eigen mening invullen, of swipen van hoe leuk of niet je leuk iets vindt. Wij willen een platform ontwikkelen waarin we de wetenschap en jongeren met elkaar verbinden. En daarmee willen we plek maken voor de facts, dus dat zijn de kennis en de feiten die wij uit wetenschap weten, uit ons onderzoek, en de take action. En dat is eigenlijk alle ideeën, alle oplossingen die vanuit jongeren over wat je eigenlijk met die kennis kunt doen. Wat we hopen is dat uiteindelijk dit werk, het wetenschappelijk werk, samen met de mening van jongeren, ook van informatie zal zijn voor beleidsmakers. En als we dat weten te bereiken, dan zijn we echt een stap verder om wetenschap naar de samenleving te brengen. Wij vinden het enorm belangrijk dat jongeren een stem hebben in wat we doen. Dus we zijn altijd op zoek naar jongeren die willen meedenken.